Nou, als kind reed ik er. Nou, dan zat ik achter in de auto en dan reden mijn ouders langs de schoorsteen. En dan, ik was altijd een meisje dat graag naar buiten keek en lekker aan het wegdromen was. En dan zag ik de schoorsteen en dan keek ik er zo hoog tegenop. En als het dan wat wolken boven dreven, dan leek het net alsof die naar beneden kwam vallen. En dan wilde ik altijd snel weg, want ik was bang dat die naar beneden kwam. En nou ja, later, door de dingen die ik in mijn leven heb meegemaakt en je ook mensen wegvallen en dan ook letterlijk vallen, maar die schoorsteen die blijft staan. En die schoorsteen die staat nog steeds, dus het is ook een soort hou vast, maar de schoorsteen staat nog bij alles wat je meemaakt. En ik wil dat ook jongeren vooral zien dat die schoorsteen daar staat, maar ook een deel ervan afweten. En dat ze er niet voorbij fietsen en niks zien. Ik wil dat die schoorsteen gezien wordt. I want you. Yeah, I want you. And nothing. Ik werk al meer dan 10 jaar in het onderwijs. En nou ja, ik ben op een gegeven moment, heb ik me bedacht om wat ik altijd al wilde doen, de kunst uit te pluizen. Want ja, daar kan ik echt wel mijn ei in kwijt. Dat ik nu inmiddels in mijn 4e jaar van de opleiding zit aan de Rietveld Academie. En het begon met een opdracht, daar moest ik iets met breken, moest dat te maken hebben. En omdat de schoorsteen mij al van kinds af aan fascineert, moest ik gelijk aan de schoorsteen denken. Het eerste idee wat ik had was om er met verf een barst in te schilderen. Dat om de winterswijkers te laten schrikken van hey, wat is er met de schoorsteen aan de hand? Er zit een scheur in de hoek. En om ze eigenlijk bang te maken en alert te maken op de schoorsteen. Nou, dat heeft wel een klein artikeltje in de krant gestaan, maar dat viel nog niet heel erg op. Maar ik kreeg al wel wat reacties via de mail. En toen werd het al een document. Ik had allerlei informatie al, ik had wat schilderwerk zelf gemaakt met dat linoleum uitsneden. Ik had dat stukje uit de krant, ik had mijn mailtjes. Toen heb ik bedacht om, als je alle bladzijden uit het boek scheurt, en dit is het formaat van het boek, met ook het aantal bladzijden. Als je elke bladzijde eruit scheurt en je vouwt op een bepaalde manier, dan kun je de schoorsteen zelf bouwen van papier. En nu is het dus zo dat de schoorsteen, die bepaalt de layout van het boek. Want als de schoorsteen van papier staat, dan kun je het hele boek kun je dan nog aan de buitenkant lezen. En ook de foto's. Ik heb al heel veel mooie verhalen gekregen. En ik vind ook elk verhaal vind ik belangrijk. Ik heb niet één verhaal wat ik beter of mooier vind dan het andere. Ik vind het allemaal mooie verhalen. En ook het aanbod dat mensen me willen helpen. Dat allemaal maakt het een geheel. Maar nu, ja, ik denk dat er nog heel veel mensen rondlopen die ook toch nog een verhaal hebben over de schoorsteen. En ik zou het jammer vinden als ik die mensen misloop. Dus ik zou heel graag willen dat mocht iemand ervan horen en die denkt, goh, ik heb nog iets van vroeger of misschien van een week geleden. Het maakt niet uit wat voor verhaal. Misschien is het wel een schoorsteen ergens anders in de buurt. Alle verhalen zijn goed. Maar ik wil zeker weten dat ik niemand misloop.
En dan zou het boek het helemaal compleet kunnen maken. Deelt u de passie voor de Tricotoren met Tiki? Of kent u gewoon verhalen over de toren? Tiki wil ze graag horen en verwerken in haar boek. Geldlandhelpt.nl